Jonge Franke, we zijn weer binnen. We hebben binnen ontdekt. En dan zijn we ook niet zomaar binnen. We zijn in de wonderkamer van het Zeeuws Museum. Waarom zijn we hierheen gegaan? Vertel eens. Ja, omdat hier iets ligt. Wat is van de persoon aan wie deze brief gericht was. En de brief die werd gestuurd vanuit Curaçao door de Franse handel, of in ieder geval van Franse herkomst, afkomstige handelsagenten Ogwe en de Gals, aan Steven Matthijs Snoek-Hoogeronje en die handelspartner Abraham Louise. En daar gaat dit over. Beiden waren slavenhandelaren, maar hadden daarnaast ook functies in de stedelijke magistraat. Abraham Louise in Vlissingen, Snoek-Hoogeronje in Middelburg. Ze hadden beide belangen in een pijlmolen bijvoorbeeld. Nou, allerlei andere bedrijven. Abraham Louise dreef samen met zijn vader Johannes Louise al slavenhandel op Afrika. Maar daarnaast ook bilaterale handel. Dus echt met textiel naar Afrika toe. En met ivoor en goud terug. Nou, dat ivoor, en daar had hij ook een fabriek voor in Vlissingen om dat te bewerken. En dat zien we hierachter. Deze stukjes zijn in Afrika aangekocht door de firma Johannes Louise en zo. En Abraham Louise heeft die later aan het Zeeuws Genootschap geschonken. Maar dan zijn ze dus onbewerkt gekomen, of die waren daar al gemaakt? Nee, dat ivoor dat kwam onbewerkt hier naartoe. En in Vlissingen stond een fabriekje van Abraham Louise. En daar werd dat ivoor bewerkt. En nou, we zien in het ivoor hier nog zien we een van de kogels zitten die de olifant geveld heeft. Dat het de ronde vorm van de kies van de olifant nog heeft. Nou, maar deze beide heren die deden dus aan slavenhandel. En dat was de reden waarom Ogwe en de Gals een plan opstuurden vanuit Curaçao aan deze handelsagenten die toen een kantoor hadden hier aan de Rotterdamse Kaai voor korte tijd, vlak naast het pand van de VOC. En dat was nogal een bijzonder plan. Ook nogal opportunistisch. Het ging ervan uit dat er vanuit hier een schip uitgerust moest worden op Afrika. Op de kust van Angola zouden dan 500 slaven aan boord moeten komen. Dat is gigantisch veel, zeker in de 18e eeuw toen er eigenlijk al met kleinere schepen werd gevaren. Of nou, niet zozeer met kleinere schepen, maar er minder slaven aan boord werden gedaan, omdat duidelijk was dat de sterftecijfers ontzettend hoog waren aan boord. Op het moment dat je gewoon met weinig zoet water aan boord en heel veel slaven ging varen. Dus deze twee mensen die waren ruksigloos met mensenlevens bezig door van zoveel slaven uit te gaan. En ze gingen er daarbij in dat plan al vanuit dat van die slaven van de 500 er 100 zouden het niet zouden overleven voordat de kust van West-Indië was bereikt. Buitengewoon, hè? Ja. Ja. En de rest van het plan was al even opportun en roekeloos eigenlijk. In West-Indië, het ging hier ook om een illegale slavenreis. Niet Curaçao was namelijk de bestemming, maar het Franse Saint-Domingue. En daar moesten die slaven naartoe en daar zou de vracht ingeladen moeten worden. En die bestond uit 600.000 pond suiker, 400.000 pond koffie en nog iets van 20.000 pond indigo en katoen. Alleen de cijfers waarmee deze heren rekenden, die heb ik allemaal nagerekend en geanalyseerd. En dat staat in dit boekje. Een boekje. dat is via PDF na te lezen. Als je op deze titel zoekt in de catalogus van de Zeeuwse Bibliotheek, dan vind je meer over dit plan en wat er allemaal achter zat. Nou, in dat plan van die Ogwe en de Gals kwam bijvoorbeeld naar voren dat ze verwachten voor 13 cent een pond koffie te kunnen kopen. Nou,
dat heb ik nageplozen. In werkelijkheid bleek de inkoopprijs daar 30 cent te zijn. Maar naast het nogal roekeloze uitgangspunt met en de slaven en de vracht die niet goed gecalculeerd was, gingen ze ook aan allerlei andere zaken voorbij, zoals de verzekering van het schip. Het simpele feit dat de hoeveelheid goederen die ze vanuit West-Indië weer mee terug wilden nemen helemaal niet op één schip paste, maar met meer dan 3 schepen vervoerd had moeten worden. Deze brief van Hogway en Dugans die was gericht aan Steven Matthijs Snoeker-Gronje en Abraham Louise. En Snoeker-Gronje die woonde in die tijd in de Singelstraat. En daar bevinden wij ons nu. Helaas weten we niet welk huis het is, maar we kunnen dan maar voorstellen dat het een van deze mooie huizen is geweest hier achter ons. En daarnaast hadden ze in 1780, op het moment dat de brief geschreven werd, ook op de Rotterdamse Kaai hier vlakbij, een kantoor waar ze zaten. Hoewel we de exacte locatie van de geadresseerden niet weten, zijn we wel heel dichtbij in de buurt.